Welkom bij Yoga TV. Het online videokanaal van Yoga Magazine. Yoga is voor iedereen. Daarom bieden wij hier deze estafette yogales waarbij 40 kleurrijke yogis iedere houding doen en zo tezamen één fijne flow vormen. Zo zijn we samen in alle kleuren van de regenboog. Allemaal met elkaar verbonden. Met deze slow flow les kom je helemaal tot jezelf. En word je heerlijk ontspannen en soepel. In een katpositie maak je je helemaal rond. Uitademend, contract, trek je navel naar binnen toe. Inademend, omhoog, maak een holle rug. Uitademend rond, nog ronder, trek je kin naar binnen toe. Inademend weer omhoog. Uitademend rond. Gebruik die lage buikspieren. Inademend weer omhoog. Staartbeen naar het plafond. Uit rond. Maak hem steeds soepeler. Inademend weer omhoog. Uitademend rond. In, terug in center. Krul dan de tenen onder. Duw jezelf goed naar achter vanuit de handen. En kom naar een neerwaartse hond. Laat de hielen zinken naar beneden. Verleng de rug. Hart richting de vloer. En adem rustig door. Kom dan naar de knieën. En via de knieën ga je naar je buik voor de cobra. Inademend omhoog. Uitademend laag. In en lift schouders laag. Uit weer naar beneden. In omhoog. En zoals je ziet, kun je dit ook samen met je huisdier doen. Veel houdingen komen vanuit het dierenrijk. Dus je hoeft het nooit alleen te doen met je kinderen, de dieren. Maakt het alleen maar prettiger om te ervaren. In die Downward Dog, denk je nog meer lengte vanuit je armen. En dan kom je op een hoge plank, liftend vanuit de buik. Stabiliseer, schouders recht boven de handen, knieën naar de vloer. En met je hart richting de vloer, strek dan je benen en je tenen weg. Inademend rol de schouders naar achter, naar Cobra. Uitademend weer rustig terug en duw je via de vloer door naar Downward Dog, neerwaartse hond. Ook hier laat de hielen zinken naar beneden. Zachte nek. Voel dat je kunt blijven verlengen. Misschien nog een kleine extra beweging of ademhaling. En je kunt altijd blijven verdiepen in de neerwaartse hond. Inademend lift je rechterbeen omhoog. Alsof je een tipje op het plafond wil maken met je grote teen. Voel die stretch tussen beide benen. En plaats dan je rechtervoet tussen de handen in de lage lunge. Kom omhoog en leun met je handen op de knie, waardoor je jezelf ondersteunt. Schouders zijn laag. Leun naar voren in de heup, zodat je de liezen lang maakt. En nu met name aan die linkerkant. En dat heeft weer de aanhechting naar je lage onderrug. Dus door middel van het soepel houden van de heupen ontlast je de onderrug. Kaak en tong ontspannen. En je adem gaat rustig door. Daarvan strek je je been en lift je je armen omhoog en rijk je met je vingertoppen naar het plafond. Voel dan dat je je rechterknie naar voren kunt duwen. Je linkerhiel nog meer naar achter, zodat je echt die stretch voelt tussen beide benen. Je richt je hart naar het plafond of naar de lucht waar je ook staat. En adem vol in en uit. Langzaam kom je weer naar beneden. Plaats de vingertoppen. Kom je eerst weer terug in die lunge. Je houdt een lange rug en vandaar stap je weer terug naar de neerwaartse hond. Dus even weer een tussenpositie voordat je naar de andere kant gaat. Dus ook hier druk goed je vingertoppen in de vloer. Hielen naar beneden. Een zachte nek. Blijf verlengen en verdiepen. Inademend lift dan je linkerbeen omhoog. Ook hier rijk je met je voet naar het plafond en het maakt helemaal niet uit hoe ver je komt, elk lichaam is anders. En je zet je voet weer tussen de handen. Knie gaat naar beneden, kom omhoog en leun op de knie. Kom goed naar voren met je heupen, zodat je nu die stretch aan de andere kant hebt aan je rechterlies. Mocht je last hebben van de tenen, kun je ook de tenen neerleggen eventueel. Schouders blijven ontspannen, schouderbladen naar elkaar toe. Je focus dus op één punt en adem rustig door. Strek dan je been, je tilt jezelf omhoog en de armen reik je weer naar het plafond voel die lengte omhoog, naar voor, naar achter en naar beneden. Alle windrichtingen. Voel de stabiliteit, geaardheid in de benen, de voeten. En breng dan de handen weer naar beneden naar de knie. Je kunt nog net iets meer de borstkas opstrekken. Je hart openen. Vergeet niet door te ademen. Strek weer je achterste been, zoek je balans, voel die lengte weer met de armen naar het plafond. Misschien dat de tweede keer iets makkelijker gaat. En breng je vingertop of je handen weer naar de vloer en stap naar achter naar de neerwaartse hond. Strek de benen, verleng de rug. Blijf de vingertoppen wegduwen zodat je geen last krijgt van de polsen. En misschien heb je nog iets meer ruimte gecreëerd. En de neerwaartse hond is ook weer je startpositie om door te bewegen naar de volgende houdingen. Breng je rechterbeen omhoog inademend. Uitademend naar voren. Andere voet erbij. In, verleng je rug. Ontspan je weer de bovenrug, de onderrug. Plaats de handen op de vloer. Voel die strekking in de onderrug. En inademend, lift de armen helemaal omhoog naar het plafond. Uitademend, breng de handen weer voor je hart. Voel de rust. Voel je center. Alles recht boven elkaar. Inademend, lift de armen omhoog, maak je lang. Uitademend, buig voorover. En plaats de handen op benen of vloer, ontspan je hoofd, je nek. In verleng, kijk naar voor. Uitademend, stap naar plank. Blijf liften in de buik. Kijk schuin naar voor. Voel die stabiliteit in je hele lichaam en vanuit de plank ga je naar een lage plank door die ellebogen. Leg jezelf neer op de buik. Inademend cobra, schouders laag. Uitademen duw vierde knieën terug weer naar een neerwaartse hond. Eventueel verplaats je de voeten zodat je echt in een omgekeerde V staat. Blijf verlengen, blijf verdiepen. Adem diep in en uit. Breng inademend je rechterbeen omhoog. Uitademend, zet hem neer tussen de handen. In, lift de armen omhoog. Verleng, voel je krachtig in de benen, in je rug, in je armen voel die rijkwijten en ook al zie je het niet aan de buitenkant je blijft verdiepen open dan vanuit daar naar de krijgershouding schouders laag knie recht boven de enkel achterste been is gestrekt lift goed in de buik dus dat centrum dat houdt je in balans inademend naar achter naar een dansende krijger of warrior. En ook daar blijf je rijken, naar beneden, alsof je naar je voet wil. En dan weer naar voren, over je hoofd, helemaal ver weg, door die vingertoppen. Laat die energie doorstromen. Inademend naar achter, blijf doorbewegen. Lang, ver weg, grote rijkwijten. Doorademend als het niet lukt in één lange ademhaling. En misschien nog iets meer verdiepen. En weer terug naar voren. Steun op de knie. Armen is over je hoofd. Kijk onder je arm door. En inademend naar achter. Als het goed is, ervaar je ook die flow in je bovenlichaam. Maar je blijft krachtig en stabiel in de benen. En verleng. Schouders zijn zacht. Rug. En je komt weer terug in center. In die krijgershouding. En voel je ook als een krijger. Vol zelfvertrouwen. Kracht. Strek dan de benen. En wissel naar de andere kant. Dus nu is je linkerknie gebogen. En je rijdt naar achter. Inademend naar je been. En uitademend naar voren. Inademend naar achter, blijf doorbewegen alsof je door water beweegt. En uitademend weer door naar voor, voel die lengte. En terug in center, voeten parallel. Je komt weer terug naar de rechterkant in basis warrior. Je hebt een overgang in vinyasa. Neerwaartse hond. En vinyasa betekent verbindende beweging om van de ene houding naar de andere houding te komen. Dus je bent nu weer in die neerwaartse hond. Verleng naar achter. En we hebben hem al een paar keer gedaan, dus misschien gaat hij nog iets soepeler. Kom dan terug zitten op de hielen. Leg je handen op je buik en op je hart. Om echt te voelen. En je verbindt je hart met je buik. Dat je nog beter kunt luisteren naar je intuïtie of letterlijk je onderbuikgevoel. En zoals je hier ziet, Rianne is zwanger. En hoe mooi om nu te luisteren naar leven. Naar het hart wat klopt. Je levensmotor, je levensenergie. En luister naar de rust. Wat vertelt jouw lichaam jou? Wat heb je nodig? Rustig kom je uit de houding naar een kindpose. Knieën zijn uit elkaar zodat je buik er tussen kan hangen. Armen zijn lang. En je keert jezelf even terug naar binnen. Het terugtrekken van de zintuigen. Pratyahara. En dit geeft rust op momenten dat er veel dingen om je heen gebeuren. Een simpele houding, maar heel doeltreffend. De ontspannen onderrug. Midden- en bovenrug. Je kunt je buik ontspannen. En focussen op je ademhaling. Kom dan weer rustig uit de houding terug naar je neerwaartse hond. Je kunt nog even verplaatsen, voelen, aanpassen. Voel die lengte in de rug. Nek is ontspannen. En vanuit daar zet je, je rechtervoet naar voren. Kom je rustig omhoog in de krijger. Die heb je eerder gedaan, dus misschien kun je hem nu nog wat verfijnen. Schouderslaag. Een krachtige, maar toch ook rustige houding. Kom terug in center. Breng dan de handen achter de rug in elkaar inademend omhoog. Uitademend, duik naar voren. En verleng de armen over je rug, over je hoofd naar voren. Net zover als dat het gaat. Zodat je de schouders losmaakt. Lengte in de rug. Benen zijn gestrekt, knieschijven omhoog. Dus zorg dat je niet gaat hangen in de kniebanden. We willen alleen maar de spieren oprekken. Gewicht goed naar de bal van de voet. Tenen zijn ontspannen. Elke uitademing voel je of er meer ruimte zit in die schouders. Dan inademend omhoog en uitademend terug naar je beginpositie. Vanuit deze spreidstand ga je door. Je brengt je rechtervoet parallel met de knieën gebogen, recht boven de enkel. Door in vinyasa, dus verbindende beweging, naar je neerwaartse hond. Verleng naar achter. En mocht het te zwaar zijn, als je te vaak nu de neerwaartse hond hebt gedaan, kun je altijd even terug naar de knieën en dan pik je hem weer omhoog naar deze positie zodat het nooit te belastend wordt voor je schouders of je arm of je benen. Daar vandaan loop je naar voren. Verleng je de rug inademend. Uitademend laat je je rug weer los. Inademend kom omhoog. En breng de handen weer in Anjali Mudra voor de borst. Voel je center. Je berghouding, Tadasana. Dus een mooie starthouding om weer door te bewegen. Lift je rechterbeen omhoog, voordat je naar de danserspositie gaat. Zoek eerst je balans en duw dan je voet in je hand weg van je bil. Ook de rijkwijde met je hand naar voren toe. En dan voel je dat weegschaaleffect. Net zoveel energie naar voor als naar achter. Ook hoe je eruit komt is belangrijk, zodat je kunt wisselen naar de andere kant. Zoek eerst je centrum. Daar vandaan linkervoet in je hand. Duw je hand weg. Of je voet in je hand. Voel de borstkas open. En in plaats van dat je naar beneden rijdt, denk je naar voor. Lang met je vingertoppen. Rustig kom je er weer uit. En breng de handen weer voor je hart. Voel beide benen op de vloer weer geaard. Vanuit daar zet je de voeten iets uit elkaar en kom je in een Yogi Squat. Handen blijven voor je hart. Je kunt ook echt met je ellebogen je knieën naar buiten duwen. Dan open je de liesen, de heupen. Zorg voor een betere doorbloeding. Staartbeen gaat naar beneden. Dus je werkt ook heel erg op je eerste chakra: je fundament. Zelfvertrouwen. Zorg dat de rug lang blijft. Hart is open. En adem rustig door. Breng dan de handen achter de billen en kom rustig tot zit. Breng dan je linkervoet aan de binnenkant van je rechterdij, armen zijn omhoog. Verleng eerst omhoog, inademend, uitademend naar voren. En het maakt niet uit hoe ver je komt, elk lichaam is anders, forceer niks. Misschien komen je handen op je been of bij je enkel, of kun je wel je voet vastpakken. En terwijl je daar bent, in elke in- en uitademing kun je verdiepen. Zonder dat je forceert. Probeer je linkerknie los te laten naar beneden. Langzaam kom je uit de houding en maak je een twist. Open die linkerschouder. Je kunt best wel een beetje met je rechterhand op de linkerknie duwen, zodat je wat meer in de twist kunt gaan. Zorg dat je in de twist blijft ademen, want anders zet je jezelf vast. En daar vandaan lift je je heup omhoog, steun je op die knie, breng je arm over je hoofd, voel die lengte vanuit je vingertoppen tot aan je grote teen. En hoe meer je aan die arm trekt voor je gevoel, hoe meer stretch in je taille, de ribben, de longen. En langzaam kom je weer uit de houding terug naar je startpositie en buig voorover. Misschien gaat het nu iets soepeler. Heb je nog iets meer ruimte omdat je de heup hebt geopend, de hamstring aan de rechterkant en de adem zorgt voor die ontspanning. Dan gaan we naar de andere kant, hetzelfde. Nu is je rechterknie gebogen, linkerbeen gestrekt. En je komt omhoog met die heup. Rijk over je hoofd naar de andere kant. En zoals je ziet, het is voor jong en oud. Iedereen kan yoga in elke vorm met elke aanpassing zoals we het zelf ervaren. En ook als je merkt dat het even niet lukt, kun je er altijd uitgaan zodat je weer door kunt gaan met de volgende houding. Neem de rust in de vlinderpositie met de voetzolen tegen elkaar, knieën vallen naar buiten. Ontspannen rug en schouders. Gezicht is ontspannen. Zacht voorhoofd. Even die aandacht naar binnen toe. Kom liggen op de rug. Breng de knieën naar je toe. Geef jezelf even een dikke knuffel. Pak je die stretch in je onderrug. Breng dan de voeten recht boven de knieën. In de happy baby pose. En voel hoe je die lengte in de rug hebt. En zoals ik net zei, de happy baby pose. En soms voelt hij misschien niet zo happy. Maar hij is wel heel goed voor je. Vanuit daar naar een liggende twist. Beide knieën zijn naar één kant. Rustig door naar de andere kant. En als je net wat meer tijd nodig had voor die ene twist, is dat prima. Dan blijf je daar wat langer in zitten. We zijn nu nog met je linkerknie over de rechter. Je kijkt naar de andere kant, dus een tegenstelde richting. En ook hier forceer niks. Gebruik gewoon je adem en de zwaartekracht... Om jouw lichaam te laten ontspannen binnen de houding. En elke uitademing verdiep je iets meer. Kom weer terug in het midden en leg jezelf helemaal ontspannen en breed neer in Savasana. Dit is eigenlijk je cadeautje aan het einde van deze serie. Dus blijf lekker liggen. Alles ontspannen. Als je meekijkt op beeld, Luc komt eruit. Maar die doet dat omdat hij jullie nog even wil laten genieten. van een prachtige muziek tijdens de Savasana. Maar blijf vooral liggen. Ontspan de benen, je armen, je rug, je nek. Want hier komt alles samen. Ook dit is nog steeds een houding. En op dit moment kun je al je zintuigen openzetten. En kun je luisteren naar de klanken van Luc. En laat je meevoeren steeds dieper, steeds zwaarder, zodat je helemaal jezelf kunt laten zinken in de vloer. We hopen dat je hebt genoten van deze kleurrijke les creëert met veertig verschillende shanti, mensen bij elkaar. Shanti, en hoe mooi is dat. Shanti. Samen creëren we eenheid. Namaste Shanti 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 May all beings being. Hey, everywhere Samasta